Dit is het derde deel over het maken van een zaagtafel. In deel 2 heb ik een trespa op de bovenkant verlijmd en het mechanisme om de zaag onder een hoek te zetten gemaakt. In dit deel doe ik wat aanpassingen. Ik maak de stofafzuiging en ik maak een plaat voor de onderkant. Dan moet er natuurlijk nog iets van stofafzuiging opkomen. Nou zit de origineel, zit deze kap erbij. Die komt hierop te zitten. En daar zit dan een pijpje aan, wat ik er afgezaagd heb. Dit zat hier aan, dat heb ik er afgezaagd. En daar wil ik deze koppeling op maken met een slang. En die moet dan hier ergens uitkomen. En daar zet ik een aansluiting naar een 100 mm slang op. Dan zou je zeggen, ja, dat is wel een beetje nodeloos eigenlijk. Maar ja, ik wil toch die 100 mm erop aansluiten. En ik heb op internet iemand zoiets dergelijks zien doen. Dus dat vind ik wel een goed plan eigenlijk. En dan kan ik toch deze kap gebruiken. Dus dan vang ik eigenlijk de houtsnippers echt goed op. Gelijk bij de zaag. En dat is eigenlijk wat ik wil. Het gaat op, voel het al. Ik had een lijntje hier opgezet waar die moet komen. Even erin gekrast. Dus dit is helemaal goed. Ik heb de boel weer even uit elkaar gehaald. Want dit blokje zat heel erg los. En dat maakt het hele, de hele motorcompartiment aan het wiebelen. Nou, daar kan je natuurlijk nooit mee zagen, dus dat gaat niet goed. Dus ik heb hem uit elkaar gehaald. Het blokje vastgezet, maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Dus wat ga ik doen, ik ga aan de zijkant van het blokje metalen stripjes zetten, zodat het gewoon wat steviger wordt. Dan zet ik hem weer vast. Ik heb 2 stripjes afgesneden. Dat moet dan hierop komen. Beetje netjes afwerken natuurlijk. Gaten erin boren, hier een gat waar ik hem mee vastzet. En dan zou het allemaal wat steviger moeten zijn en wat beter moeten lopen. Dat hoop ik dan maar. Ik kom er niet onderuit. Ik moet hem schuin zetten, want er is iets fout gegaan met boren. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Het gaat er alleen maar om dat hij een beetje steun heeft, of dat hij behoorlijk wat steun heeft. En dat heeft hij ook als ik hem een beetje schuin zet. Slijp ik dit af, dan moet het goed komen. Dat is beter. Nou, dus alle 2 die plaatjes erop zitten. En dan ga ik het gat doorboren op deze. Dan ben ik dat ding hier weer op aan het monteren. En ik moet zeggen, hij zit lekker stevig. Dit gaat niet meer bewegen. Nou, ik had de boel natuurlijk al uit elkaar gehaald om die reparatie te maken van dat blokje. Maar ik moet nog een stapje verder gaan, vrees ik. Want ik wil deze kap er natuurlijk op hebben voor de stofafzuiging. Maar zoals die nu zit, raakt die stofkap de zijkant. Dus dat betekent dat de hele handel meer naar links moet. Dat betekent ook dat ik deze opnieuw moet maken. Want ik krijg deze er met geen mogelijkheid goed in zoals ik hem dan zou willen hebben. Dus dat betekent dat die opgeschoven moet worden. 6 centimeter hierheen. Dus dan moet ik een hele nieuwe zagen. Dus alles weer uit elkaar. Het enige voordeel is
dat ik nu een voorbeeld heb. Dus je kan dit gewoon overnemen op de nieuwe plaat. Nou, ik heb een hele nieuwe plaat gemaakt. Hou het blijven hoor, want het is nou zo. Zo komt hij. Dus ik hoef niet alles weg te halen, zie ik. Maar ik laat hier gelijk maar een randje op zitten voor het afdekplaatje. Ik heb de boel weer vastgezet en je kan hier aan zien dat die helemaal goed zit. Dit glijdt er weer heel mooi doorheen. Dus dat is hartstikke mooi. Die dingen er nog op en dan kan de motor erin. Dan zit ik met nog een probleem trouwens. Ik heb hier natuurlijk een sleuf in gezaagd. Ja, die komt natuurlijk ook een stuk hierheen. En je zal zien dat die niet op dezelfde plaats komt. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus ik moet even kijken hoe ik dat op ga lossen. Want ja, misschien dat ik er een plaatje overheen zet, zodat het minder zichtbaar is, want anders vind ik dat niet zo'n mooi gezicht. Nou, het kan natuurlijk niet allemaal mee zitten. Ik heb nu de nieuwe plaat gemaakt voor de motor. Maar nu blijkt dat de motor natuurlijk niet helemaal tot boven aan toe komt, want hij stoot net hier tegen die rand aan. Dat is heel vervelend, want dat is de rand voor het verlenggedeelte van mijn zaagtafel. En die heb ik dus wel nodig. Maar ik kan er wel een stukje uithalen, want dit is natuurlijk alleen de onderkant. Daar rust de lat op die ervoor zorgt dat ik hem uit kan schuiven. Maar daar kan ik wel een stukje uit missen, dat maakt natuurlijk niks uit. Dus alleen het onderste gedeelte zaag ik dan even een stukje uit. Ja, door de verplaatsing van die zaag komt die sleuf natuurlijk ook op een andere plek. Dat ben ik niet zo blij mee. Want er zit hier een sleuf waar ik niks meer aan heb. Maar dat ga ik oplossen door aan de buitenkant een plaat er tegenaan te lijmen. Een andere manier is natuurlijk om een hele nieuwe kast te maken. Maar dat vind ik een beetje zonde. Het zou op zich wel handig zijn, maar dan kan ik hem iets breder maken. En dan heb ik ook wat meer ruimte voor die dingen. Maar ik ga het niet doen. Want ik vind het een beetje zonde om weer helemaal opnieuw te moeten gaan beginnen. Dus ik doe het gewoon op deze manier. Zo zou het dan moeten gaan worden. Dan ben ik die sleuf kwijt. En dan komt hier een nieuwe sleuf in. Nou heb ik op de kolomboormachine de eindstukjes uitgeboord, maar vanaf de verkeerde kant. Hier is mooi de boel vernacheld omdat er stukjes afgesprongen zijn. Dat is een beetje jammer. Dus ik ga wel, ja, ik moet er toch nog schuine kantjes aan frezen natuurlijk. Dus misschien dat ik het daarmee oplos. Ik hoop het maar. Ik moet dit in ieder geval even netjes maken. Nou, dan heb ik dus de plaat klaar. Ik moet dit even uitzagen. En dan zou het weer moeten kloppen. Dan moet er natuurlijk nog een stofverzuiging op komen. Die moet aan deze kant komen. In het verlengde van de zaag. En ik heb even vergeleken met mijn oude zaag. Die pijp die zit daar, helemaal onderop. Dus die zit net aan de onderkant van mijn tandjes, van de tanden van mijn zaag. Daar pikt hij de lucht op. Ik wil hem eigenlijk hoger hebben, zodat hij een wat grotere oppervlakte heeft om het zaagsel weg te zuigen. Want als ik die zaag omhoog doe, dan zitten die tanden natuurlijk ook hoger. En dan is de zuigkracht daar zo niet optimaal.
Dus ik wil de bovenkant van de pijp op zo'n 7 centimeter vanaf de tafel hebben. Vanaf de onderkant van de tafel. Dan komt hij hier uit. En dan komt de onderkant van de pijp op ongeveer 17 centimeter. Dat is heel mooi. Cool. Ik heb de ring erin geduwd, die zit echt klem vast. En zo ziet hij er aan de buitenkant uit. Ruimte genoeg om de slang op te koppelen. Helemaal goed. Ik ga deze platen oplijmen. Ik heb hem afgetekend waar hij moet komen. En dat ga ik met spuitlijm erop doen, maar ik ga hem toch even afplakken voordat ik de hele rotsje ondersmeer. Dit is lijm voor EPDM, maar dat werkt als een speer. Het is om EPDM op hout te plakken, onder andere. Zo kan er ook wel wat anders mee plakken. Nou, die lijm is genoeg gedroogd. En nu moet ik wel zorgen dat ik hem een beetje goed zet. Deze sleuf, daar kan natuurlijk ook stof doorheen komen. Dat wil ik voorkomen. En ik heb hier een stukje schuimrubber uitgesneden. En dat ga ik hierin plakken. Daar heb ik een mooie ruimte voor. En dan maak ik gewoon een snee in waar die as van, van dat hevelgedeelte doorheen komt. Nou, met alle plaatjes erop ziet het er zo uit. Dat is toch al niet verkeerd. En nu moet ik hem nog uit gaan bouwen, want er komt hiervoor nog een plaat. En aan de zijkant komen nog platen. Dus ik ben nog niet klaar. Ik zet hier aan de binnenkant even latjes op. En daar komt de bodem tegenaan. Simpel hangzwartje.